Je kunt een knobbel in je schildklier krijgen als bepaalde cellen sneller groeien en zich vermeerderen. Wat voor soort cellen dat zijn, is heel belangrijk. Ze kunnen namelijk goed of kwaadaardig zijn. Meestal is een schildklierknobbel goedaardig, soms kwaadaardig. Als een schildklierknobbel kwaadaardig is, spreken we van schildklierkanker. Bij kinderen en tieners komen twee soorten schildklierkanker voor. Gedifferentieerde schildklierkanker. Medulaire schildklierkanker. Bij gedifferentieerde schildklierkanker ontstaat de knobbel doordat de schildkliercellen zich gaan vermeerderen. Bij medulaire schildklierkanker ontstaat de knobbel doordat de C-cellen zich gaan vermeerderen. Deze vorm is heel zeldzaam.